Wat een treurigheid. Ik heb hier de kracht niet meer voor. Oh, wat een armoeke. Waar zijn wij aan begonnen, man? Je kan mij wegdragen. Je kan mij straks echt begraven, man. Ik zweet me echt helemaal rot. Ja, vind je het gek? Met die overspannen schapendoes op je kop. Man. Hoeveel van die vocals heb je erin zitten, zeg? Nou, allicht iets meer dan dat jij kijkers had bij Talpa. Nee, jij trekt volle zalen. Ach, schat, wie zegt dat ze voor jou komen? Nee, maar jij bent echt leuk. Waarom heb je dat ooit gedaan, man? Wat dacht je nou? Voor het geld, klag in de goot. Krijg jij daar geld voor? Ja, wat denk jij nou? Oh, als ik daar weer aan terugdenk, zeg. Kijk, cijfer 1 hadden we. Mijn moeder. Nou, ik heb nieuws voor je. Hoe heet dat net ook alweer waar je naar kijkt? Testbeeld. Ja, dat testbeeld had meer cijfers. Dat heb ik vaker gehoord. Het testbeeld is dan ook wel beter dan het programma thuis, toch? Ja, dat is ook zo. Hoeveel heb jij er? 1, 2, 3. Het is toch eigenlijk wel te treuren voor hem. Moet je ons nou zien zitten? Twee vrouwen van dik in de 40. Vooral dik. Verkleed als sexy kerstvrouwtjes. Het is toch te treuren voor worden, Karen. Als je dan bedenkt dat ik 20 jaar geleden had ik hier nog gillende fans. Gouden platen. Besmeurde heren slips op het podium. Ja, dat is waar ook. En jij zat in Luf, hè? Ik ben een oude dollydotter, dat weet je best. Luf is die met die klisma's, kan altijd erger. Oh meid, als ik daar weer aan terugdenk aan die dollydots, hoe ik dat heb volgehouden. Nou, ik heb nieuws voor je, dat heb je ook niet volgehouden. Oh ja, dat is ook zo. Hij is los. Oh. Lekker. Gewoon alles zou kunnen laten liften. Nou, dat lijkt me een goed idee, schat. Ja? Ja, ik dacht gewoon totale verdoving en knutselen maar. Nou, je zou er enorm van opknappen, geloof me. Ja, hoewel, ik heb er ook wel enge verhalen over gehoord. Nou, over dat zeg, ik ken nou een vrouw, hè. Ja. Die vrouw, die is zo vaak gelift. Als die de benen over elkaar doet, dan schiet haar mond open. Nee, ik laat alles wel sukken. Ik laat het wel sukken. Zo. Nou, Karin, dat lijkt me nog een hele klus. Zeg, alsof ze met die billen van jou niet een week bezig zijn, zeg. Kom. Het is gewoon niet eerlijk. Ik heb er echt van alles aan gedaan. Aquajoggen. Zat er nog water in het zwembad? Ik heb personal trainers gehad. Oh, die heb ik ook allemaal gehad. Lekker, hè, zijn die jongens. Van die lekkere, nee, jonge jongens. Nee, ik heb ze niet gehad. Ik heb ermee getraind. Ik heb spinning gedaan, rolfing, jogging, aquafitting. Ik heb pilates poef, yom yoga. Ik heb gesonja bakkerd, ik heb gesaspiet, diet. Het maakt allemaal niet uit, jongens. De zwaartekracht wint het altijd. Ik zal je zeggen, ik heb nu gewoon 2 van die steunpenties over elkaar heen. En als ik die niet aan zou hebben, zou je mijn knieën niet meer zien. En zakken dan mijn dijen overheen. Nee, dat heb ik niet. Maar zij vertellen, ze zeggen ook dat je borsten hangen als er een potlood onder geklemd blijft zitten. Oh ja, joh. Nou, ik heb nieuws voor je, Ka. Bij mij blijft mijn laptop eronder hangen. Nee, dat heb ik niet. Ik heb ook een bangmaker. Een wat? Een bangmaker. Een wat? Een bangmaker. Een wat? Een bangmaker.
Dat is zo'n stretchbroek die je 3 maten smaller maakt. Oh, een fluisterbroek. Een wat? Een fluisterbroek. Een wat? Een fluisterbroek. Dat is een broek dat je de lippen ziet bewegen, maar dat je niet weet wat iemand zegt. Dat fluisterbroek. Ja, zoiets, ja. Maar dan nog strak. Nou, je moet wel uitkijken, omdat dat vet wordt dan weggedrukt. Maar als je niet uitkijkt, dan hangt het opeens zo... Hier. Nee, dat heb ik niet. Ik had vroeger wel een hele mooie wespentaille. Ik droom je een foto's was zeker? Nou ja, zeg. Ik droom er nog wel eens van. Nou, dat zou ik dan ook maar blijven doen, zeg. Zeg, trouwens, die Astrid. Ja. Hoe oud is die nou eigenlijk? Oh, dat weet ik niet. 63? Nee, man, die is van onze leeftijd. Echt? Is ze 30? Laat maar. Ik vind haar er gewoon heel goed uitzien. Oh ja? Ja, ik vind haar echt, die lijkt er wel steeds beter uit te zien. Dat vind ik echt. Nou, leuk voor de... Nee, maar dat meen ik echt serieus. Ik vind haar gewoon... Het is echt bizar, maar ik vind het gewoon ook zo knap, weet je wel, dat kan. Ik bedoel, ik vind haar echt een voorbeeld voor hoe het ook kan. Dat vind ik echt helemaal te gek. Ja, ik ben ook enorm blij voor haar. Gewoon niet uitstaan. Ik weet niet hoe ze het doet. Gewoon een klerenstreek. Ik heb een beetje hekel aan dat soort. Ik vind het gewoon een trut. Dat staat gewoon achtervallen waar je bij staat. Zo is het. Nou, en ik weet niet hoe ze het doet. Kan niet uitstaan. Nou, het schijnt. Ja? Ik heb wel eens gehoord. Ja? Ik heb wel eens gehoord dat zij en de man enorme goeie. Oh, koeienmelken. Karin. Zeg zij dat. Je meent het. Ja. Echt waar, joh? Ja, en wel 7 keer per week. Je meent het. En nog op hoog niveau ook. Je meent het. In de touwen met maskers de hele mikmak. Je meent het. Zondags nog 2 keer tel ik niet eens mee. Nou, je meent het. Schijnt een beest te zijn. Astrid. Ja, het schaap knapt er lekker van op. Dat zie je dan. Oh, ja. Nou snap ik waarom zij altijd zo vrolijk komt binnenhuppelen. Kom jij nog wel eens ergens vrolijk binnenhuppelen de laatste tijd? Nou, even kijken. De jongste, hoe oud is die? 8? Ach, meid, ik weet het niet eens meer te vinden. Ik heb het al zo lang niet meer gedaan. Ik ben alweer bijna maagd. Het wordt gewoon steeds minder. Ja, nog minder. Ja, de bouwvakkers fluiten niet meer. Nee, ze roepen nooit meer eens... Hé, hey, schat, zal ik mijn kwassie eens even lekker in je terpentine roeren? Vond ik vroeger zo ordinair en nu denk ik wel eens... Waarom zeggen ze dan nooit meer... Hé, hey, waar gaan die beentjes naartoe? Ja, zelfs bij het bejaardenhuis roepen ze niet meer. Zelfs mijn hond is niet meer geïnteresseerd. En na...